Zo, hallo allemaal, leuk dat jullie kijken. We gaan vandaag een demo doen met de flitsfotografie. Mochten jullie vragen hebben, gooi hem lekker in de chat. Het is de vrijmiddagborrelshow, dus een flitsfoto vrijmiddag. Dus voel je vrij om alle vragen te stellen. Ik heb hier een model voor vandaag, Dragica. Hi. Op Instagram konden jullie stemmen op wat de styling geworden is. Ik zal even kijken wat de eindpoll geworden is, maar het was vanmiddag vrijwel duidelijk wat jullie wilden. Oh, die ding is gewoon verlopen. Oh ja. In ieder geval, toen de laatste keer kijken was er 73% van de mensen wilden een latex outfit. Dus dat hebben we geregeld. Mochten jullie tijdens de stream vragen hebben, gooi het allemaal lekker in de chat. Vraag onderwerp, zijn van het onderwerp, mogen jullie allemaal vragen. Camera die ik vandaag hier gebruik is de X-T3. Ik zit namelijk nog steeds te wachten tot mijn X-T4 binnenkomt, maar die komt als het goed is. Ergens in de loop van deze naam binnen. Zodra het is, dan komen we absoluut live mee. Ik heb ook kabels uitgelopen, dat jullie direct met mijn camera mee kunnen kijken. Ik snap er wel heel iemand lang, ik ook moet en-switchen en uitleggen en doen. Dus het zal af en toe een beetje zoeken worden, maar ik denk dat het allemaal helemaal goed komt. Dus ik hoop dat jullie er allemaal goed en wel klaar voor zitten. Ik kan ook nog switchen met mijn laptop. En dan moet het volgens mij allemaal goed en leuk kunnen worden. Ik ben benieuwd. Nee. Voor jou links is de mijne, rechts is de jouw. Ja. Ja, we hebben vorige keer alle twee dezelfde gekocht. We hebben een uitdaging hebben los van elkaar alle twee deze kolen gekozen. Dus nu is het een beetje van. Oh, ik heb ook de kamer. Dus dat is gewoon weer een. Ik heb stiekem gewoon naar hem geluisterd wat hij wilde hebben. Ik dacht, nou, dat is ook wel interessant. Dus, we gaan vandaag hebben over flitsfotografie. En omdat ik het een beetje voor iedereen heel erg toegankelijk wil houden, heb ik ook weer gewoon gekozen voor de Nissin i60 Flits. De i60A moet ik officieel zeggen. Dus ook mijn favoriete reportageflitser om te gebruiken met reportagefotografie. En als ik gewoon een kleine compacte flitser mee wil hebben om portretten mee te maken. Zo op camera als van de camera af. En we gaan gewoon beginnen gewoon even met portretten vanaf de camera. Ik schuif hem even hier bovenop. En... draag ik eens een klein stukje die kant op schuiven. En dan ga ik als goed nu feed nummer 3 en doe floppatee. Nu zien jullie ook direct wat mijn camera ziet en wat de instellingen zijn. Heel fancy model. En het eerste wat ik eigenlijk ga doen is even dit knopje hier drukken. En nu zien jullie preview exposure in manual mode. Een van de voordelen als je werkt met een spiegelloze camera is dat je hier belichtingspreview kan zien in camera. Dus we gaan nu gewoon even een punt zoeken waarop het model lekker donker belicht is. En vanaf ongeveer hier, vanaf 5.6, ben ik alles kwijt. Nu zo hier in de studio hebben we hele grote felle lampen hangen. En misschien ziet het er voor u niet eens zo heel veel uit, maar het is als je hier staat best wel fel. Het is gewoon best wel zonlicht achter wat er binnenkomt. Dus ik moet hem iets meer dichtknijpen dan ik normaal gesproken in de ruimte als dit zou nodig hebben. Maar daarom gebruik ik nu 5.6. Meestal als ik begin met mijn camera instellen, met name voor portretfotografie, begin ik eerst op mijn sluitertijd. Dus in dit geval met deze camera kan ik tot een 250ste, ISO 100. En dan kijk ik met mijn diafragma. Andere kant heb je nou zoiets van, ja, maar mijn diafragma is heilig vanwege mijn scherpe diepte. En je moet bijvoorbeeld misschien wel meer dichtknijpen op je diafragma om het licht weg te krijgen. Wat je ook kan gebruiken, dat zijn deze. Dit zijn ND-filters. Dit is dan 3 stops. Dus als ik deze op zou schroeven, dan zou ik mijn camera 3 stops meer open kunnen zetten. Dus dat is 5.6 naar beneden, 1 stop 4, 2.8, 2. Dus mijn camera op 2. of F2 zet, heb je dezelfde hoeveelheid licht die erin komt. Heb jij nou geen spiegelloze camera, wat je nou ook heel simpel kan doen, als je het even wilt testen. Maak even een foto en als die dan binnenkomt en je ziet hier een prachtig mooie zwarte foto, dan weet je, al het omgevingslicht wat ik heb, dat ben ik kwijt. En dat is meestal heel erg fijn, want dat betekent dat je controle hebt over je licht. Vervolgens wat ik kan doen is mijn flitser aanzetten. Dat doe ik met het knopje hier onderin. En ik zet hem even op TTL. En wat betekent TTL? Nou, voor degene die niet weten wat TTL betekent. TTL betekent Through the Lens. Dat betekent dat die afstand en een foto maakt. Dat geeft eerst een heel kort testpulsje. Daarop meet hij weer terug via de camera hoeveel licht er op het model komt. En dan weet hij hoeveel met instellingen hij meer of minder licht
moet geven, de flitser. Voor degene die nu gaat vragen, ja, maar wat is nou het verschil tussen ETTL, STTL, TTL, TTLI, TTL 2, TTL 3, en TTL, wat heb je nog meer? TTL geloof ik, voor Olympus. Nou, helemaal niks, behalve de letter die ervoor en daarna staan. Het heeft vooral te maken met het protocol. Ieder kamermerk heeft zijn eigen protocol waarop hij uitrekent hoeveel licht hij moet geven en ook de technische communicatie tussen de flitser en de camera. Maar uiteindelijk TTL is TTL en dat slaat gewoon op hetzelfde. We gaan even een eerste foto maken. En dan ga ik hier. Nu zie je nog steeds zwarte beeld. Dat is een beetje moeilijk om te mikken. Dus dan kan ik hem nu met het knopje indrukken. Heb ik weer een previewbeeld van wat ik wil hebben. En als we nu een foto maken. Boom. Hebben we een prachtige in your face geflitste foto. Of hier als model altijd vrolijk van wordt, dat is misschien een tweede. Nee. Maar, nee, nou, ik moet zeggen, er zijn verse gasten die het momenteel hartstikke leuk vinden om dit op deze manier te doen en te zien. Dus dat is echt wel gewoon dat je denkt van, ik zit tussen spiek of mensen op de oude stream nog zitten te kijken, want die loopt ook nog mee. Er zit gelukkig niemand in te kijken. Dus dat is inderdaad het beeld wat je krijgt. Maar we gaan het nog erger maken. Oh jee. Ja, ik had er niet op voorbereid hier, dat is echt wel heel, heel flauw. Als u namelijk de camera gaat draaien. Huppatee, oh, nu staat ze voor jullie ook op zijn kant. Sorry, als jullie nekklachten krijgen, ik weet nergens van. Als u een foto maakt, flop. Dan krijg je zo'n prachtig mooie harde schaduw aan de achterkant. Nee. U ziet gelijk, het model wordt hier heel erg vrolijk van. Dit doet mij wel eens denken aan de verjaardagsfoto's van vroeger. Ken je die nog? Ja. Of een rolletje schoten, flits, flats, huppatee, recht in je mik. Maar goed, er zijn ook mensen in de fashion die het heel erg mooi vinden. Nou, zal ik hem voor jou nog eventjes terugdraaien? Ik vind het wat fijner. Iets is mooier. Ietsjes, ja. Maar ik kan heel flauw opmerkingen maken. Doe maar niet. Voor degene die zegt van, god, je durft wel met het model kloppen, maar we werken al heel lang met elkaar samen. Om het licht zachter te maken, kunnen we verschillende dingen doen. En een van de meeste mensen, het eerste waar ze denken als ze het licht zachter willen maken, dat zijn plots of plots deze kapjes hier. En als ik die erop zet, en we maken nog een foto. Boom. En dan nee, sorry, twee. Ja, sorry, ik ben aan het schakelen en aan het doen. Sorry. Vind je het leuk hoor? Ik trok even raar gezicht. Ja. Dat is heel met je switchen. Als je nu naar de foto gaat. Ik zit even naar de vraag te kijken van Victor. Ja, Terry Ritsen is inderdaad beroemd en berucht van geworden. Inderdaad, Victor, je hebt een helemaal gelijk. Terry Ritsen is heel erg bekend mee geworden. Of je het mooi vindt is af en toe een tweede. Maar met name ja. Die oude jaren, 70, jaren 80, studio, fashion portretten, rechte straatfoto, baf in je gezicht. Social distancing was niet zijn sterkste kant. Nee, inderdaad, dus inderdaad. Daar hebben ze ook een protective gear aan. We waren bijna gezegd van misschien een gasmasker meenemen, maar dat hebben we maar niet genomen. Dat was heel erg dan. Maar goed, nee, inderdaad, social distancing was niet zijn ding. Het is waar ze inderdaad wel beroemd worden. Maar nou ja, kijk je dat ook naar de gemiddelde Engelse of ook Nederlandse persfotograaf, of tenminste dan de noem Edwin Smulders, ik mag hem hoor, ik vind het wel een leuke gast, ik heb een paar gesproken, maar gewoon hup er al flits recht in je gezicht, mik, en nou ja, het verkoopt. Maar goed, dat is even een zijspoor, even terug naar de laptop. Als je naar de foto gaat kijken, en dan vooral naar de schaduwen, dan zie je eigenlijk dat ondanks het kapje toegevoegd hebben, er niet eens zo heel veel verschil tussen zit. Waar dient dat kapje dan wel voor? Nou, het heet ook wel een bounce kapje. En het is vooral bedoeld om het licht meer in de rond te spreiden. Nu hebben we hier ook een zwart
vloerbedekking, dat is donker. Dat is donker, wel wat wit van plafond. Maar in principe, wat doet hij? Bounced vooral het licht meer in rond. En daardoor kan je vooral de... het contrast tussen schaduw wordt minder. Maar het blijft wel harde schaduw. Want waarom bestaat de schaduw? Nou, de hardheid van een schaduw wordt bepaald door de grootheid van het licht rond ten opzichte van het object. Als ik deze even naar de camera toe draai, dan kan ik heel even het kapje eraf. Dan zul je het kan groter dat dit en dit niet zo heel erg met elkaar verschillen. En nog even terugkomen op de bestelregel. De hardheid en zachtheid van het licht wordt bepaald door de grootte van de van het object is van de lichtbond ten opzichte van het object. Dit komt inderdaad heel simpel visual mining. Ik weet hoe het weer bij jullie is. Het begint hier nu buiten de zon te worden. De zon is vele malen groter dan de aarde, want die zo verschrikkelijk ver weg staat, krijg je nu knijt aan de schaduw. Is het bewolkt, dan is de bewolking eigenlijk een hele grote softbox, wordt die ook wel genoemd, eigenlijk een heel groot diffusiescherm. Dus dat geeft gewoon zachter licht. En het enige wat dit onbounce kan doen, is een bepaalde situatie afhankelijk van waar je bent. Maakt het contrast kleiner en niet de hardheid. En de hardheid bedoel dan niet bij de intensiteit van het licht, maar puur hoe snel is de overgang tussen de schaduwpartij en de belichte partij. Nou, wat is de meest makkelijke manier om het licht te verzachten als je hem op je camera hebt staan? Maar zijn hier gezegend met een wit plafond, wel een redelijk hoog plafond, dus ik hoop dat het een beetje gaat werken. Ik kan een flits omhoog zetten. En nu zie je, tenminste, als ik hem ook de ding even switch, dat het licht wat zachter begint te worden als ik dit vergelijk met deze. Alleen, je ziet ook nog wel dat ze best nu donkere ogen krijgt. En dat komt omdat het licht gaat recht omhoog en het komt weer naar beneden. Hoe kan je dit tegengaan? Nou, je hebt hier al het bounce-kapje. Kan je hem hoog schuiven. En als ik nog een keer een foto maken. En dan moet ik even wachten tot hij binnenkomt op de laptop, hier hebben we hem. Ik ga ze even naast elkaar zetten. Foto 1, 2 en 3. Zie je dat bij de laatste foto het licht al een stuk vriendelijker aan het worden is dan bij de eerste. Mocht je nou zoiets hebben van, nou, ik vind hem toch een beetje donker. Wat je dan kan doen, ik heb even op de Q-knop gedrukt in de camera. En hier zie je nou dat de camera via van de flitsrek op TTL. Maar hieronder zie je een logootje van flitscompensatie. En nu kan ik daar wat zeggen van, nou, ik wil dat wat meer gewicht geven dan wat je mee laat. Dus een twee derde stop erbij doen. Want hoe de camera eigenlijk denkt is dat van, ik wil gewoon naar middengrijs toe. En om te wat lichte achtergrond te zitten, dan denk ik van, nou, ik zit wel redelijk. Dan gaat hij iets onder het licht gaan, nog geen foto maken, dan iets meer lichting erbij. Nu zie je dat de foto al wat mooier belicht is. En is eigenlijk wat je met de flitser kan doen, zolang hij op de camera zit. En ja, je kan 100.000 tools kopen om op te kopen, maar veel meer dan dit zou te worden, want het komt toch ook altijd heeft te maken met, ja, waar komt de lichtbron vandaan? Ik pak even mijn grote vriend Siersnet erbij. En deze tool hier, ik krijg altijd vraag naar, dit is een Swivel adapter. En ik zal straks van de gebruikte producten even een linkje onderin de stream zetten. Die is nu helaas weggevallen omdat we een nieuwe stream gestart hebben. Ik schroef deze erop. Dit is een tief trouwens wat ik hier gebruik, heet de C-Stand. En voor degenen die me op YouTube volgen, ik heb er gisteren een hele video over gepost wat je allemaal met de C-Stand gaat doen, want ze zijn nou verschrikkelijk handig. Ik kan nu mijn flitser van mijn camera afhalen. Alleen nu om te communiceren moet er nog wat tussen. Vroeger had je van de krulkoorts die ertussen konden, of van alleen maar rechterkabels. Later kreeg je de eerste radiografische triggers, onder andere cactus maken, die in pocket wizards is er destijds heel groot mee geworden. Alleen die kon alleen maar een signaaltje doorgeven en klaar. Tegenwoordig kunnen ze ook gewoon compleet alle TTL-sturingen alles doorsturen. Wat wel altijd even belangrijk is, onder andere met de missing flitsers. De eerste keer dat je ze gebruikt, is dat je ze even koppelt. En ik weet dat sommige mensen daar wat problemen mee hebben, maar het is niet heel moeilijk. Wat moet je doen? Nou, eerst even zorgen dat je flitser uitstaat. Vervolgens druk je hier al het slotje in. En het A-knopje. Nu begint het te piepen. Niks aan de hand. Is goed. Gewoon voorzichtig neerleggen.
Niks aan de hand, hij gaat niet ploffen. Vervolgens pak je de trigger en dan doe je bijna dezelfde trucs. Ik ga hem even uitzetten. En ja, ik heb het alles lopen testen en doen, dus eigenlijk had het niet hoeven. Maar goed, voor de show doe het even lekker. S-knopje ingedrukt halen, A-knopje in. Nu gaat hij aan, ingedrukt halen, plop. Dan begint deze te knippen. Ik hoop dat je het kan zien op de camera. Nietjes te rijden voor het licht. En nu springt hij aan, ik weet kan zien. Hij is nu aangesprongen en als ik hem nu ook niet vergeet. Heel belangrijk, dit gebeurt maar regelmatig als ik hem eraf haal. Zet hem even van TTL hier ook naar A. Dat betekent namelijk dat hij in groep A komt te staan in deze flits. En als ik nu een testlus laat geven, dan geeft hij netjes af. Zet vervolgens de trigger op de camera. En dan ga ik even iets apart doen. En misschien denk je van, waarom ga je nu iets apart doen? Je gaat gewoon lampstief neerzetten, klopt. Maar ik ga dan puur even camera technisch, ga ik het licht nu van rechts neerzetten. Ik draai deze even los. En als ik nu opnieuw een foto maak, flop. En dan ga ik ook zorgen dat jullie hem kunnen zien. Waf. Hier de foto. Nou, fashion technisch zou het kunnen. Ik vind het tof. Ik vind het tof. Ja, nou, wel. Top. Livestream klaar, jongens. Leuk dat jullie gekeken hebben. Doei. Nee, dit is inderdaad, omdat het licht nu al veel meer gericht binnenkomt. Zie je dat gewoon, dat ja, je krijgt langere schaduwen. Maar het is niet zo wof, wof in je face. Hij is nog wel een beetje wat de felle kant. Je kan bijvoorbeeld, als je hier al kijkt, is hij een beetje uitgebeten. Dat komt ook omdat hij nu nog steeds dat signaal doorkreeg van, joh, je moet meer licht geven dan wat de bedoeling is. Dus als we dat iets terugzetten. En we maken een nieuwe foto. Dan zie je dat het al beter klopt. Maar het is nog steeds een kleine lichtbron die vrij hard is. Nou, wat is nou een van de meest simpele modifiers? Oh, ik mag mijn rug niet naar de camera, want ik moet kijken of ze modifiers die we kunnen, of lichtvorm. Modifier, lichtvorm is zelf, ik gebruik maar eens modifiers. Maar wat is nou de meest simpele lichtvorm die ik kan gebruiken om het licht te verzachten? En dat is eigenlijk waar het grotendeels ook over hebben vandaag bij de workshop. De paraplu. Ik heb zelf de Profoto Umbrella Shallow Translucent S. En S staat voor de maat. Shallow, omdat het gewoon het normale type paraplu is. Je hebt ook een type, dat zijn de deep umbrellas. En translucent, omdat hij doorschijnend is. En dan ga ik even kijken hoe ik hier al hierin steken. Even een beetje netjes op je mikken. Nee, een fractie hoger. Even kijken, ik zie ondertussen dat er in de chat een bericht binnengekomen is. Even kijken hoor. Lijkt op een snorretje. Ja, hij lijkt inderdaad op een snorretje. Gelukkig dat het geen gespleten schaduw is. Wat lijkt op een snorretje? Een schaduw onder je neus. Oh nee, ik heb nu een snor. Gaan we die snor wegwerken, Felix? Ja, die gaan nu wegwerken. Dat komt goed. Het gaat wel een bevrediging. Yes. Ik ga opnieuw een foto maken, dus nog steeds TTL, zelfde instellingen. Flits. En dan ga ik ook zo dat jullie hem kunnen zien. En dan zie je dat de foto gelijk al een stuk mooier en vriendelijker is geworden dan degene die je flop net hier had. Het licht is veel meer gespreid, het is nu relatief gezien een veel grotere lichtbron geworden. Maar als je dan zegt van nou, ik zou wel wat meer licht van de onderkant willen hebben. Nou, wat is een meest goedkope, simpele tweede lichtbron die je kan hebben? Dat is deze jongen hier. Met reflectieschip. Oh ja, simpele tip. Als je nou zo'n reflectiescherm koopt en het is de eerste keer dat je hem gebruikt, oefen even een paar keer met zo. Top, in elkaar, uit elkaar, in elkaar, uit elkaar. Dat als je een keer met de klant staat, dat je niet als je de shoot klaar hebt, nog een half uur staat te klooien van hoe zou het ook weer met deze
in elkaar uit elkaar te halen. Het is niet moeilijk, je moet even slag hebben. Het is gewoon, pak de hoek vast, draai het naar elkaar toe, maak het achtervallen en weer terug. En nu is de vraag, hoe ga ik dit op deze afstand? Je kan een klein beetje helpen als je na het onderkant een beetje vast te pakken. Pak hem ook vast, je mag hem ook wel hoog, want ik krop je heel groot, niet zakken. Boom. Hij zijn natuurlijk ook interessant na het resultaat. Dus als we doorgaan naar deze, dan zie je hiernaast het verschil van wat het doet met alleen maar... Ah, dat is het leuk dat je ook je haar anders gedaan hebt. Ja. Ja, ja. Wij zien dat onder vooral de kin alles mooi uitgelicht wordt. En helemaal als ook een zilveren pak, dan krijg je normaal veel licht van de onderkant. Dan ga je echt richting die L'Oreal beauty shots, om het zo maar te zeggen. Omdat je het waard bent. Omdat je het waard bent, helemaal. Nou, jij wel. Maar inderdaad, zelf ben ik daar eens van. Ik hou meer van wat meer karakter in de foto. Dus we gaan de lamp iets aanpassen. Oh, ik zag trouwens dat er meer, wat meer mensen in de chat ondertussen zijn. Mag model ook een bril op? Ja hoor, ik heb een bril bij. Nou ja, dat mag. Wil je even de truc weten voor de bril, Gerrit? Stel, als jij de bril gaat pakken, dan vraag ik aan Gerrit of je ook de bril truc wil weten. Ja, het is voordeel van live. Ik zie dat er ook wat meer mensen zijn dan waarmee begonnen. Als je vragen hebt, dingen wil weten, tussendoor, gooi het allemaal gewoon lekker in de chat, want dan kijken we ondertussen ook steeds naar. En dan kunnen gewoon jullie vragen en wensen allemaal beantwoorden. Mijn bril is wel een beetje vies, though, maar ik kan hem niet schoonmaken nu. Is ook een beetje vies. Nou, jij kan hem niet schoonmaken, maar... Jij wel. Ik wel, ja, want ik hoor hier altijd, ik heb hier wat doekjes. Als je twee tellen hebt, dan... Ja. Dit is dus de reden dat ik meestal niet opruim, dan raak ik dus dingen kwijt. Er zit ook nog een doekje in mijn brillenkoker die op de stoel ligt. Als het goed is, dan moet hier ook gewoon een doekje liggen. Hey. Ik heb hier ISO screen cleaner, werkt ook perfect om je bril weer schoon te maken. En een tip, als je inderdaad met mensen met brillen werkt, maak ze altijd even schoon, helemaal als je met kleine scherpe dieptes wil gaan werken. Anders kan het zijn dat je camera op een stofje op de bril schoon of gaat focussen en niet op de pupil. Dat wel. Sorry. Ik ben heel gevoelig voor spulletjes waar een beetje alcohol in zit. Dat zit mijn heel sterk neus in. Dus ik krijg bijna alles waar het in zit. Ja, ik zal... voor degene die nog nooit met een model in latex gewerkt hebben. A, die kleding is warm. Die videolampen die hangen, die zijn ook niet heel cool. En daarnaast moet je ook over het algemeen glijmiddel gebruiken om het aan te trekken. Yes. Dus er hangt zo'n hele wallen hier al in de studio dat je denkt van... wat... Jordi Bouwsle. Ja, Gerrit wil naar de truc van de bril. Ik ga nog even boven je hangen. Yes, dat mag. Dat mag. En dan ga ik de camera ook nog even in een staande positie brengen. En als je nu een foto maakt. En dan ga ik ook zorgen dat jullie mee kunnen kijken. Nu zie je eigenlijk dat er bijna geen reflectie in de bril zit. Dan moet ik ook hier inzoomen. Ik zit hier een heel klein specular dingetje trouwens. Ik vind het op zich wel meevallen. Maar als het model nu iets meer met de kin om... Als ik even dat jullie mee kunnen kijken. Iets meer omhoog kijken. Nu zie je juist wel dat je van hele enorme glares in de bril krijgt. En eigenlijk is vooral met, als je met bent brillen werken... dit is iets lastig, want ik heb geen continu lamp. Als je studioflits hebt, je continu licht, dan kan je dat heel makkelijk zien. Dan heb je gewoon een kwestie van je model aansturen met gezegd, nou, dan kan je een klein tikje omhoog, klein tikje omhoog. Nu komt het de hele keer iets omlaag, nog iets zakken. Ik moet trouwens zeggen, die puntjes die ik net zag, dat is ietsjes hier al in de studio. En als ik nu even switch, dan ga ik, Jordi, lekker bezig jullie twee, ja.
Jordi Bouwens, denk ik. Jordi Bouwens, ja. Ja, dacht ik al. Hey! Hey. Wacht, dat mag je nu kunnen dat ook de camera opstaat. Hey! als je nu gaat kijken, dan gaan we in de gene zoomen. Hier heb je niet, hier heb je niet, hier heb je niks. Hier zit niks. Hier begint hij wel te komen. Hier ietsjes. Dus het is in principe gewoon puur altijd een kwestie van naar je model kijken. Van zit hij erin of zit hij er niet in? Ik weet dus, mensen van jij moet dan de bril helemaal zo half op je neus gaan zetten. Als, begin er niet in. Gebruik gewoon, ik moet meestal gewoon even je boerenlullenverstand om het zo maar te zeggen. Kijk gewoon goed naar je model, naar wat licht valt. En het verschil tussen dit en dit kan al het verschil maken tussen wel of geen reflectie in de brilglazen. Dus Gerrit, ik hoop dat dit je vraag beantwoordt. Even kijken, dus krijgen we nog een vraag binnen. Nog een vraag over TTL bij de Fuji X-T2 flitsinstellingen. Wanneer flits op IFLA? En wanneer op meetflits? Even kijken wat je bedoelt. Ik ga je even mee laten kijken naar het camera menu. Menu. Nee, moet jij? Nee, mag gewoon blijven zitten. Ik moet even weten welke. Bedoel je deze bij TTL Lokmaal, dus Jordi? Het is leuker zonder bril, zegt Edgar in Darto. Dank je. Pap, ik moet zeggen, ik gebruik deze functie. Bij mij staat die standaard hierop. Dus ik heb eigenlijk standaard op lok met liter. Maar ik moet je... Je ziet het dus voor deze in het beeld. Ik moet je daar even het antwoord op verschuldigd blijven. Ik heb eigenlijk standaard gewoon op blokfles. En ik heb er heel eerlijk gezegd nooit mee geëxperimenteerd. Dus dat is helaas een antwoord waar je het even mee moet doen. Want dat weet ik eerlijk gezegd niet. Helaas kan ik je deze antwoord niet verder beantwoorden dan dit. Maar als je wil kan ik er wel even achteraan gaan wat nou het verschil is. Maar dat komt dan even in een latere aflevering. Of ondertussendoor een vlogje. We gaan even terug naar waarheen. Want iets meer... Ga ik ook even gewoon even netjes even terugschakelen. Zo. Sorry dat het antwoord komt. We gaan even iets waar we heen gaan. Iets waar onze eigen gaan belichten. Dit voelt zo onwennig dat jullie lamp aan kan staan. Ik hoop dat jullie... Ik ga hem toch gewoon verplaatsen. Sorry jongens. Kom even bij langs. Wat voelt voor mij namelijk een stuk makkelijker? Even kijken. Volgens mij... Nou, uiteindelijk voelt het lekker langs je weg. Dat is mooi. We gaan op deze kant. We staan nog steeds gewoon in TTL, maar je voelt nu de lamp gewoon meer van zij plaatsen. Even kijken of ik een beetje mooi op mijn licht. Nu zie je dat. Andere kaart. Nu ga je al veel meer richting een wat meer Rembrandt-esque uitlichting. Nu zie je dat er best wel een hotspot op zit. En de achtergrond is donker. Dan kun je iets aanpassen door. De lamp ietsjes van de achteraan een klein beetje te verder. Maak er nog even een shot. Nu zie je dat hij al een stuk vriendelijker wordt. En het enige wat ik gedaan heb is een klein beetje de lamp gedraaid. Meer heb ik niet gedaan. En als we kijken naar wat is nou het verschil af en toe in belichtingen. Een klein beetje de lamp draaien kan echt een wereld van verschil maken in je foto. En ik zie heel vaak ook het workshops gebeuren op fotografen. Weet je, er staat een lamp, er staat iets tijdens glazen pakken, het triggertje van iemand over. Ze vragen wat instellingen zijn en gaan gewoon klik, klak, klaar fotograferen. Ze kijken niet of het model andere poses heeft aangenomen dan ook. En dat kleine spelen met je licht, dat maakt dan echt gewoon de verschillen in. Of een hele goede foto, of een, niet luchtbehoefte met een amateuristische foto. Dan denk ik van, nee, dat is eigenlijk net niet. Dus dat is definitely een detail. Dus echt dat kleine spelen met licht kan echt een enorm verschil maken. Sean, oké, dank je. Oké. We kunnen ook met deze paraplu, zelfs als we met de witte achtergrond werken, echt naar een enorme low-key foto toe. Maar een klein beetje spelen met het licht. Dus als ik nu de camera een klein beetje deze kant haal en
Ja, ik heb ook een klein stukje deze kant op. En ik ga nu mijn lamp nog eens meer verplaatsen. En zij heeft mij ook deze kant op willen draaien. Oeps. Ik ga het iets dichterbij zetten. Als ik nu in ieder geval het maak. Wordt hij nog ietsjes te licht, maar er begint nog steeds al meer contrast in te komen. Dus ik ga nu eerst met TTL vertellen van nou, hier mag nog wat donkerder. Nou, ik ga ze heel klein stukje hier zo houden. Dus nu komt hij al nog meer bij in de buurt. Ik vries nog een klein beetje licht in het oog. Plus je ziet nog steeds wat op de achtergrond komen. En om dat licht nou op de achtergrond een beetje tegen te houden, kan je heel goed een vlag gebruiken. Vaak gebruik ik gewoon een reflectiescherm. Ik hoop dat die even groot genoeg is. En even een A-klem. Ik ga vertellen, ik heb dit nog niet getest met deze. Normaal gesproken gebruik ik altijd gewoon een workshop-cursist om dit voor mij te doen. Maar ja, aangezien we nu met de minimale krul moeten werken, ik ga het even op deze manier oplossen, anders hebben we nog een noodoplossing. Sorry. Hierop blijft hij zo hangen. Ja. Even kijken of ik hier beneden in de grote uitkom. Ik ga er overheen. Ja. Precies. Max, dan hoop ik dat het in één keer helemaal goed komt. Nu heb ik hier nog iets. Ik moet iets schuiven, want ik heb nog iets in beeld van de camera zitten. En nu is het eigenlijk het belang dat ik, als ik het nu in mijn foto kijk, zie je net boven een heel klein beetje zie je hem staan. Camera iets nou, misschien kan ik wel wegkomen. Foto maken, mooi. Daar ga je een klein beetje kin omhoog doen. En dan gaan we voor het mooie ook gelijk nog even in zwart-wit zetten. Acros, minstens filter. Maar geloof een klein beetje meer richting het licht eruit, kijk dikkeltje. En als je nu iets terug komt, kom je terug naar de kant en dan kan je naar de kant op. Je mag wel gewoon je ogen recht vooruit houden. Ik zie gewoon even een paar foto's. En dan gaan we eens gelijk even doorkijken in de laptop. En dan zie je dat je eigenlijk gewoon een hele mooie klassisch zwart-wit foto kan maken. Met gewoon een parapluutje. Nu zie je wel dat je af en toe een klein beetje verschilt qua lichtintensiteit. Dit komt omdat die in TTL staat. Maar wat je ook kan doen, op de trigger kan ik ook nu zeggen van nou, ik wil dat je overgaat naar van TTL naar manual modus. En als ik nu een nieuwe foto maak, en ik geef iets trager licht, even kijken. Klein tikkeltje terug. Even. Iets veller. Daar zit hij. Als je een klein tikje naar de kant komt, zo. Mooi, een klein beetje omhoog. En je ogen heel klein die kant draaien. Dat is mooi zo. En zie je ook gelijk hoe makkelijk je eigenlijk je model kan aansturen door gewoon puur met je handen te wijzen. Dus ik ga nu even terug naar het beeld. Zie je eigenlijk een heel mooi low-key zwart-wit beeld kan maken. Zelfs terwijl je eigenlijk gewoon met een parapluutje werkt en met een reflectiescherm. Terwijl je eigenlijk gewoon op een compleet witte achtergrond werkt. En dit heeft te maken met het belang van waarom moet je aan het begin die zwarte foto hebben. Nou, het licht komt nu alleen naar waar je het toelaat. En puur door de flits op de juiste manier te plaatsen en zorgen dat het afgevlakt wordt met het reflectiescherm, kan je het gewoon krijgen waar je het wil hebben.
En dat is gewoon een hele krachtige manier om te gebruiken in fotografie. Ik weet niet of hier tussendoor nog wat foto's zit, misschien wat foto's. Wat vragen zijn over belichten op de witte achtergrond. Anders gaan we hierna nog één klein shot maken. Maar dan gaan we een klein chansje meenemen. Dan gaan we op een andere achtergrond fotograferen. Met nog een tweede lamp erbij. Met een continu lichtlamp. Dus laten we heel even kijken of hier nog nieuwe vragen zijn over dit gedeelte. Dus als je dat wil weten, gooi hem nu gelijk in de chat. Want dan kunnen we het gaan beantwoorden. En ik zal heel even wachten. Want ik weet dat namelijk best wel een vertraging zit tussen de chat. Wat wij het hier vertellen en dat we terugkijken. Er zit volgens mij bijna een halve minuut vertraging. Dus als je afvraagt van Ferry, waarom loop je zo de tijd vol te praten? Lijkt of je dat aan het doen bent. Nou, dat klopt helemaal. Ik ben gewoon de tijd om het vol te praten. Om te kijken of er nog vragen van jullie binnenkomen. En als je denkt van Ferry, word je moe van jezelf? Ja, echt. Maar goed, we hebben de energie ervoor. We hoeven maar een uurtje te doen. Een uurtje topsport. En ik hoop trouwens dat jullie het leuk vindt wat we laten zien. Als je het leuk vindt, geef een duimpje omhoog hier beneden. En mocht je vaak van deze shows willen zien, dan laat ook even in de chat weten. En dan als er bepaalde vragen, bepaalde onderwerpen zijn die jullie graag beantwoord zouden willen hebben, dan zou ik het heel leuk vinden. Ik zie nog niks in de chat verschijnen. Dus ik neem aan dat dit even allemaal duidelijk voor jullie is. Mocht het niet zo zijn, dan stel gewoon je vraag. Anders haken we er even in op terug. Jeroen Zwart, lekker bezig. Top. Dan gaan we nu door naar een iets meer full body-achtig, iets half body en dan iets langer. Oh, Jeroen en Adriaan, leuk dat jullie er ook zijn. Gezellig. Hi. Adriaan, kom je binnenkort ook leuk een keer modellen hiermee? Het is misschien wel leuk om ook weer nog karakterdingen te gaan doen. We gaan een klein changement doen. En dan deze die kant op. Ja, normaal gesproken met mijn filmpjes kan ik dit gewoon allemaal eruit klikken, maar ja, nu is het live. Dus. Wil ik iets van jou? Nee. Ik kan deze even veilig weg. Je mag voor mij ongeveer hier komen staan. En dan gaat deze kant op. En dan pak ik even een twee lampen erbij. Die gaan we aanzetten. Dit is trouwens gewoon een continu lamp. En je gaat een beetje als onze Hollywood spot weg. Ik zie dat er ook wat reacties zijn in de chat. Even kijken. Even kijken, eerste vraag van Willem T. Werkt dit ook met externe flitser als sleef aangestuurd door de flitser op camera of kan je dat minder goed flitsen? Willem, dit hangt er heel klein beetje vanaf. Echt die low-key look zou ik niet aansturen door de flitser op camera, want die geeft af en toe toch een kleine fill erin. En dan kan je al op de achtergrond wat licht krijgen. Deze het wel lukt om het exact in te stellen. Dus ik kan het even proberen. Dus dat zou kunnen, maar ik zou het niet direct adviseren. Dan, de tweede vraag van Bram. Hoi Bram, leuk dat je kijkt. Bij bril of reflecties, als de hoek van het licht gelijk is aan de hoek van de uitgaande, dan heb je reflectie, dat klopt. Klein beetje kind of laag, zoals de fotograaf klein beetje verplaatst, dat doet wonder. Inderdaad, hoek is altijd gelijk. Ja, inderdaad. Een stukje gemist hier. Nee, het is altijd brillen blijft, is en blijft het geval dat je hoek van inval is hoek van uitval. Ik ga even doorschakelen naar het beeld van mijn camera. We zien een prachtig mooi ontzettend model. En wat ik nu even ga doen, ik ga hem even terugschakelen naar mijn exposure preview. En ik kan zorgen dat die lamp die erachter staat een beetje invalt. Dus nu met mijn diafragma een beetje opendraai, zie ik langzaam het lampje op mijn model schijnen. Laat ik hem ook even terugzetten naar kleur. Nou, voor dit soort situaties werkt classic chrome altijd erg goed.
Ik zou voor jullie even één ding. Zelfs bij het kleinste. Maakt niet uit. Dat was even de verkeerde, dat we doen. Ik zet hem even aan. Ik maak even één demo van. Dit is gewoon puur om even te laten zien van wat nu de invloed is van het omgevingslicht. Oh, je moet Adriaan goed van Adriaan hebben, schat. Oh, groetjes terug. Groetjes terug. Top. Dan kan ik nu switch die kant op over naar de andere. Pakken we deze erbij weer. Sorry, hij komt wel een beetje voor te staan. Nou ja, zeg, dat kan toch niet? Ja, schande, schande. Ja. Ze moeten hem kunnen zien, Ferry. Ja, ze moeten hem kunnen zien. Oh, wacht, deze zien jullie. Het is gefixt. Jee. Dit wordt nu het hoofdlicht. En eerst ook altijd met deze situatie weten. Ik wil eerst weten wat op mijn natuurlijk licht, om dat te mixen. Die staat nu goed. Dat hebben we met die foto gedaan die we net gedaan hebben. En dan gaan we nog een foto maken. En dan ga ik eerst zorgen dat ik een beetje knap kan aansturen. En laten we deze ook gewoon weer even lekker in de TTL gaan doen. Hoewel we de TV even aanzetten. Die heb ik uitgezet. Ik zet hem maar vast even op min 1 stop TTL meting. Want de kans is groot dat hij dus nu te donker wordt. Je mag je hand een heel klein stukje hoog doen. Anders ga ik net je vingertoppen eraf choppen. Top. Dan maken we even een foto. Ik vind nu nog iertjes aan de lichte kant. Ik ga hem even aan jullie laten zien. Zo, dit is nu de foto zoals je nu rechtstreeks uit camera komt. Nou, ten eerste kan je zien dat hij nog iets te licht is. Hoe gaan we dit het makkelijkst oplossen? Door inderdaad weer naar de TTL-meting te gaan. En te zeggen, ik wil niet één stop, maar wat zeg, twee stops, twee een derde stops ergens die kant op laag gaan doen. Dan, ik kom wel goed aan de beweging. Zo, normaal gesproken zit ik natuurlijk stil achter mijn tafel bij deze dingen. Maar nu krijg ik nu al flink bewegen. Maak even opnieuw een foto. Ik denk nu iets te ver terug ben gegaan in mijn belichting. Al wel als ik hier kijk, ja, en hij mag een fractie verder van mij naar mijn smaak. Want dat hangt wel van welk scherm ik kijk. Maar ik kan een beetje met de hoek maken. Ik ga iets heel bijzonders doen voor de mensen die me kunnen. Ik ga even een keer kijken naar de histogram. En ik ga hem ook hier even bij me exposen. Ja, maar goed, die twee derde stoplicht mag je er wel bij. We zien al gelijk het verschil, wat het verschil kan zijn tussen, zoals je wel was, ongeveer pak een beetje twee derde stop bij. Dus ongeveer wat ik erbij moet gaan doen qua flits. Dus, dan moet ik die camera, ik druk op mijn Q-knop. En ik zeg van, ik wil dat jij maar min twee stops doet. Ik kan een heel klein stukje die kant opschrijven. En dan mag je nou ook een klein beetje die kant op kijken. Nice. En dan gezegd een klein beetje wegdraaien. Draaien is een klein beetje die kant op. Wat je ziet gaat dat alle kanten op. En dat heeft even te maken met TTL. En je af en toe nu gaat meten. Nu is je er weer netjes. En je moet af en toe gewoon niet te snel willen. Als je op een redelijk vermogen staat. Met batterij. Ik kan trouwens voor deze flitser ook nog een. Jullie krijgen, probeer wel een klein beetje je kin omhoog te houden. Met accu. Boom, zo. We hebben even een paar foto's geschoten. Ik ga even zorgen dat jullie hem ook kunnen zien. Zo, komen ze even netjes binnen. En je kunt zien dat je ook bijna een soort met van Hollywood portretachtig ermee kan maken. Ga ik even kijken of ondertussen nog weer nieuwe vragen zijn in de chat. Nog niet. Even kijken hoe dat leven weer inmiddels. Oh, we leven al bijna tegen 5 uur. Dan gaan we nog één ding doen. En dan ga ik hier. Komen we terug. We gaan dan even iets meer close-up pakket maken met kleinere scherpe lietjes. Dus dan kom ik voor jou even dichter erbij. Ik ga deze lamp weer even uitzetten en wegzetten. En misschien voor het beeld wel leuk als je ook gewoon een stap op deze kant komt. De achtergrond maakt toch zo'n uitkomst. Ja, gezellig. Dan en dan ga ik u even mee laten kijken op mijn camera. Wacht hoor.
Zullen we dat lichtshopje... bedoel jij de lamp die in beeld stond? Of... lichaam. Want als je de lamp zelf bedoelt, die heb ik in dit geval even expres als een soort met van Hollywood-achtige lamp in beeld gezegd. Dus die shop ik in dit geval niet weg. Mocht je zoiets hebben, ik vind het lelijk, ja, dat ik hem gewoon een beetje, dat je hem beter gewoon gelijk eruit kunnen kroppen, om het zo maar zeggen. Ja, die lamp. En die lamp heb ik in dit geval expres erin gedaan. Anders had ik hem gewoon iets meer naar achter getrokken en echt helemaal uit het beeld weggelaten. Dat vind ik meestal fijner dan dat ik hem eruit moet shoppen. De meeste mensen die het vaak wel kunnen, die weten dat ik echt een hekel heb aan photoshoppen. Tenminste, een hekel aan heb. Als het niet hoeft, dan doe ik het liever niet. En dit had een probleem geweest dat ik gewoon in kamer had kunnen oplossen. Ja, dan ga ik nu even terug switchen naar het beeld van mijn camera. Blop. Stel, ik ga even mijn camera om echt op 1x2 te kunnen fotograferen van een scherpe diepte. Nu zie je al dat het omgevingslicht invloed heeft op mijn foto. Mijn ISO staat op zijn laagste stand. Dus daar kan ik niks meer mee spelen. Die vraag wil ik daar zo open mogelijk hebben om. Die even terugstoppen. Daarom had ik de camera ook daar niet ingezet. Dat was makkelijker. Die vraag wil ik zo mogelijk open hebben voor mijn scherpe diepte. ISO kan ik spelen. Sluittijd staat nu op de 250ste. En dat is het maximum van deze camera. Vanwege de zichtlangzaadstijd. Gelukkig kunnen we tegenwoordig ook gebruik maken van high-speed sync. En dat betekent dat we sneller kunnen flitsen dan onze sluitertijd. Dus als ik nu, en dan ga ik jullie even mee laten kijken. De camera nu gewoon de sluitertijd gaat dichtknijpen tot en met ik weer alles donker heb. Hoe ben ik nu? 4000 van een seconde. Nu door mijn camera even te checken dat hij op TTL staat. En H6, dan ga ik toch even vanuit nu vandaan dubbel checken. Ja, hij staat hier op SYNC-FP. Dat betekent dat hij gewoon met TTL H6 gaat werken. Dat betekent nu dat ik gewoon kan flitsen, dus op een hogere snelheid dan wat normaal gesproken mijn sluiter aan kan. Klein beetje zakken. Gaat nu focus op het oog. Nou, als je een klein beetje die kant wil kijken, draai nog iets door. En nu wordt het ietsjes te donker voor het mooie. Ietsjes moet je licht erbij geven. Als je een stopje onder het licht op de TTL. Dan mag je van iets meer contrast hebben. Ik ga de lamp een klein beetje verplaatsen. Ik zal trouwens voor jullie even schakelen dat jullie weer mee kunnen kijken. En als je een klein beetje naar de kant kon rijden. Ja, mooi zo houden. Hoe zie je prachtig mooi wat dit krijgt. Ga ik nog eertjes meer naar semi-full body schieten. Je mag een klein beetje die kant op blijven kijken. Je moet wel een beetje het licht op je gezicht blijven houden. Ik merk dat de batterij inmiddels een beetje leeg begint te raken van mijn flitser. En volgens mij zijn ze echt gewoon bijna op. Moet hebben. Zo. Hier is nu even snel de foto's te zien. Het is een heel donker zijn ook in de achtergrond. Stel ik zou dit iets willen oplossen, kan ik even kiezen om de lamp iets meer richting de achtergrond te draaien. Dus als ik nou in plaats van zo iets meer mijn lamp op deze manier neerzet, leg ik ook iets meer in de achtergrond. En het nadeel van HSS is dat het echt gewoon desastreus is voor je batterij. Zou ik klein stap die kant weer doen? Dan gaan we klaar met iets meer licht achtergrond geven. Kom maar mee, kom maar mee. Stap, stap, stap. Hola. En nu ben ik iets te veel van jouw gezicht kwijt. Ik ga een klein beetje aanspelen nog. En dan ga ik ook zorgen dat jullie nog even mee kunnen kijken. Dan mag je ogen die kant op houden. Ik moet even rustig wachten op de batterij.
Anders ga ik zo natuurlijk van die muur gooien. Dat is wel beter. Dan ga ik nog een shotje maken. Ze zijn echt bijna volgens mij. Laten we deze als laatste halen. Ik heb nu nog zo'n iets te veel water van heel gelijk bijdrijven, iets terug. En dan nu echt de laatste. Zo. Er is zilver ook van het afleiden, ja. Gerrit, gebruik je ook wel eens een zilveren paraplu? Nee, ik gebruik nooit een zilveren paraplu. Ik gebruik of een wit doorschijnende, zoals deze. Anders gebruik ik helemaal een grote paraplu. En die had ik al stiekem klaargelegd. Dit is de andere paraplu die ik regelmatig gebruik. En dit is mijn grote. Klap. En dit is een diepe paraplu. Dat is, schijnt wat meer naar voren. Maar dan kun je weer een volgende ding mee doen. Maar zilveren paraplu's gebruik ik eigenlijk nooit. Die vind ik meestal nooit zo mooi. Ik ben wat meer van de witte paraplu's. Even kijken wat het leven. Nou, we leven inmiddels precies om 5 uur. Dus dat is mooi. Dan gaan we langzaam een beetje afronden. Ik weet, zijn er nog verder nog andere vragen, dingen die jullie willen weten? Als jullie nog in de chat gooien, dan gaan we daar nog even mee aan de gang als jullie willen. Duidelijk uitgelegd. Nou, dat is mooi. En dan heb ik gelijk nog een andere vraag. Weer bedankt. Wat zijn andere vragen, flitsdingen die jullie graag zouden willen zien de komende tijd? Want ik ben al een beetje aan het puzzelen met het programma. Oh, om terug te komen. Ik heb van de week Jan R. Smit gesproken. En die vindt dat leuk om binnenkort een keer te gast te komen te praten over printen. Dus daar gaan we soms een aflevering over doen. Moet toch even inplannen. Dus nu zou ik graag van jullie weten, wat zouden jullie eventueel nog een volgende keer willen zien, volgende week? Dan kunnen we daarna ook even op gaan plannen met, kunnen we even met meerdere flitsers werken, nog meer over bouncen gaan hebben. Noem het maar, wat zijn dingen waar je tegenaan loopt? Zeg maar, nou, dat zou ik interessant vinden om te leren. Want dan kunnen we dat gaan inplannen. Ik bepaal meestal woensdag wat we gaan doen die week. Dus, dat, dus mocht je dit nou terugkijken en zeggen van ja, ik zou dat graag nog willen zien. Gooi het gewoon lekker in de groep, om het zo maar te zeggen. Want dan lees ik het gewoon. Interessant, vrijdagmiddagborrel, bedankt, John. John, graag gedaan. Iedereen graag gedaan voor links. Voordat je weggaat, vergeet niet even het duimpje omhoog te drukken hier beneden. Want dat vindt mijn Google-ranking altijd wel leuk. Van de producten die ik gebruik, heb ik nog straks nog even de linkjes weer terug. Ook toevoegen hier aan de link beneden. Dan denk ik dat we namelijk langzaam een beetje gaan afronden. Dan dank ik jullie hartelijk wel voor het kijken. Mocht je nou het vragen zijn, dingen drop het hier beneden, dan gaan we meenemen voor een volgende show. Honden studiofotografie. Hoe kan je high speed sync instellen op je camera? Is dit per merk verschillend? Mark, dit is inderdaad per merk verschillend. Meestal heet het FP, AutoFP of bij Canon moet je hem instellen dat hij high-speed sync boven de 200 ook toelaat. Dus is inderdaad een gevalletje RTFM, oftewel Read the Fucking Manual. Sorry, ik kan het niet vriendelijker zeggen dan dat. Zoek even een boekje uit waar het in zit. Soms kan je het ook via trigger regelen, maar het hangt eraf welke trigger je hebt. Wim T, jouw bergzet zit er ook op. Hartstikke mooi. Laat wat meer van je eigen stijlfotografie zien. Patrick, hoe bedoel je die vraag? Pak Patrick Arctic Treffers van mijn stijlfotografie. Patrick Arctic Treffers is dat. Ja, ken ik. Ik ben shoot vaker. Ik ben top. Gezellig. Ja, hele fijne. Dus Patrick, als je een beetje van mij weet van wat je ermee bedoelt, dan ga ik daar zeker mee aan de gang. Wat bedoel je dan mijn stijl of je eigen stijl ontdekken? Of was ik dus graag... hoor ik wat je daar... lees ik wat jij graag zou willen zien. Want dan kun je dat gewoon de volgende keer weer even meenemen.
Guido, de verschillende lichtvormen. Nou, die kunnen we volgende week wel even doen. De standaard portretvorm belichting. Tenzij Jan kan doen dat is, maar ik denk het niet. Dus dat we keren naar die even voor volgende week. Misschien wel leuk gaan het volgende week over de verschillende lichtposities inderdaad hebben. Is het anders een idee om, ik gooi het gewoon even bij deze in de groep, volgende week een aflevering te gaan doen over de verschillende lichtvormers en de lichtposities voor portretfotografie. Als je het leuk vindt, laat het even hier beneden weten. In ieder geval je normaal gesproken fotografeert. Oké, dus je bedoelt mijn fotografie, wat ik normaal gesproken doe. Gaan we ook inplannen. Doen we dat de week erna waarschijnlijk. Gaat over mijn stijl, hoe ik mijn stijl ontwikkeld heb en hoe je dat zelf ook kan doen. Misschien wat het een leuk onderwerp is. Geef me aan of je het leuk vindt. Dat. Je hebt nu een mooie basis laten zien. Klopt, oké. Mooi, je hebt het. Oké, dan is bij mij deze voor nu het plan. Dan gaan wij volgende week, als jullie dat leuk vinden, maar zoals je leest, vinden jullie het leuk, gaan we het hebben over de verschillende lichtvormers. Welke zijn er en wat is nou het effect van de verschillende? Dan moet ik misschien even wat contact opnemen, misschien een paar dingen erbij lenen of kijken wat ik hier heb, maar dat komt wel goed. En dan kun jij volgende week ook? Denk het wel. Denk het wel, ook. Nou, Silke kan ook, dus dat is mooi. Vinden we leuk. Stel alvast af wat jullie zou willen dat ze volgende week aantrekt. Ik heb een hele kleine kast vol, dus van netjes tot. Nou ja, vulgair doen we niet. Nee, wij hadden dat heel netjes. Dus dat, van alles thuis. Van alles thuis gaan. Volgende week gaan we het hebben over de verschillende modifiers. En dan de week daarna gaan we het hebben over mijn stijlfotografie. Van wat gebruik ik voor de meeste van mijn foto's? Hoe creëer ik dat? En ook hoe je zelf je eigen stijl kan ontwikkelen. In ieder geval voor 2 weken weer een heel leuk programma volgens mij. Dan wens ik jullie bij deze een heel. Nou, hopelijk een beetje een leuk weekend. De dingen die ik trouwens vandaag wil zien, kun je ook gewoon thuis oefenen. Dus dit is, we doen het in een vrij kleine ruimte. Behalve mij dan. Behalve jou. Kan je niet thuis oefenen, helaas. Nee. Maar weet, misschien je vrouw wel, of je dochter? Vrouw, dochter, wel 1,5 meter afstand. Ja. Dus dat je dat genoeg bij je mee kunt oefenen. Nogmaals, heel erg dankjewel voor het kijken. Geef een duimpje omhoog beneden ook eens terugkijken. En ik hoop jullie volgende week weer te zien bij het verschil van verschillende lichtvormers. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer. Hoi.